En dan is het nu tijd voor een nieuwe editie van Zondag met Lubach, Vriendjespolitiek. Zondag met Lubach, Vriendjespolitiek. Waarin we kijken naar de politiek van één van onze vriendjes. En vandaag is dat Polen. Dat is een hartstikke goed vriendje. En dan vragen mensen wel eens, waar kennen jullie elkaar eigenlijk van? Nou, we zitten in dezelfde debatclub, in dezelfde vechtclub, in hetzelfde zangclubje. En we zaten ooit op hetzelfde sportclubje, maar dat was heel stom geworden, want we moesten alleen maar tegen hele grote jongens. Toen ben ik ermee gekapt, ben ik maar op vrouwenhandbal gegaan. Een goede vriend dus. Maar het gaat niet zo lekker met hem. In Poland, thousands of opponents of the country's new right-wing government took to the streets. Obecny rząd robi zamach stanu. Boimy się, że skończy się to bardzo źle dla Polski. Może skończyć się to nawet w jakichś skrajnych przypadkach, nie wiem, odejściem z Unii Europejskiej. Poland's government, the Eurosceptic PIS, has warned Brussels not to get involved. Wojna domowa w Polsce może wybuchnąć. Eergisteren waarschuwde oud-president Lech Walenza precies daarvoor. Een burgeroorlog. Jeetje, een dictatuur en een burgeroorlog? What the fuck? Oké, ik wil begrijpen wat er aan de hand is met mijn maatje, maar als ik heel eerlijk ben, ik ken hem eigenlijk niet zo goed, Polen. Daar hebben ze na. Met 38 miljoen inwoners is Polen een van de grotere Europese landen. De makkelijkste manier om mee te reizen is per trein. En het leuke daarvan is dat je het land ook nog eens een keer heel erg goed wat ziet. Wat is dit? Chris Segers? Ben jij dat? Wat? Hey Arjen. Wat? Ik zit midden in de uitzending, man. Wat ben je aan het doen? Nou, telkens als iemand op NPO 3 een land noemt, dan kom ik er wat leuks over vertellen. Dat ik er namelijk overal geweest. Ja, maar dan kan ik toch prima zelf? Ik ben de presentator. Waarom moet jij dit doen? Wat staat in mijn contract? Ja, niks mee te maken. Ik vind dit gewoon heel erg raar. Goed, de Poolse munteenheid is de slotting. En aan de grenzen met Polen... Dan... Chris. Wat zit je nou? Nu even niet, oké? Ik ga even door met Polen, oké? Oké. Goed, oké, prima. Ga ik wat locals zoeken om een mojito mee te drinken? Ja. Prima, ga jij lekker een mojito drinken met wat locals. Oké, waar waren we? Goed, Polen. Het gedoe begon allemaal afgelopen najaar. Dan de verkiezingen in Polen. Uit de eerste exit poll van een uur geleden blijkt dat de conservatieve oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid aan kop gaat. Ik snap het, Marjelle, twee beken. Exit poll. Leuk. Leuk. De strijd ging tussen de rechtse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid, in Polen PiS genoemd, en de zittende regeringspartij PO. Als ik mijn vierjarige neefje was, dan zou ik nu lachen om de namen PIS, PO en de derde partij Cookies. Maar ik ben 24, dus namen als PIS en PO doen mij helemaal niks. Het is allebei iets met urine. De winst leek al voor de uitslag voor PIS. En waarom eigenlijk? Welke argumenten worden er zoal gebruikt om op de PIS te stemmen? Het is heel simpel, we zijn lang geleden gedoopt. We hebben gisteren croissantjes gegeten. Kijk, een duif, het is 14:15, stem PIS. Nou, en dat deden de Polen massaal, want de PIS behaalde als eerste partij sinds de communistische tijd een absolute meerderheid in Polen. En daardoor kunnen ze... Wie het echte Polen wil ontdekken, gaat natuurlijk niet naar de hoofdstad Warschau, maar die gaat naar het veel bruisendere Krakau. Chris Segertje, wat zei ik nou? Ga weg. Alsjeblieft. Prima, joh. Ga je toch lekker mojito weer drinken? Met die locals? Ja, ja. Doei. Wat is dit, jongen? Werkt dit bij elk land? Is dat altijd... Argentinië! De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires ligt aan de inham van de Atlantische Oceaan en ook Uruguay grenst daaraan. Finland! Wie Finland zegt, zegt sauna's. En daar zijn er dan ook ontzettend veel van. Legoland! Miljoenen steentjes vormen het imposante decor van Legoland. Uniek, ontzettend mooi. Chris Segers, ik moet echt nu even door, sorry hoor. Maar ga maar weer een mojitootje drinken. Met de locals. Ja, met de locals. Goed. De PIS-partij. Omdat ze dus een meerderheid hebben gekregen, kunnen ze ongestoord bizarre ingrepen doen. Dingen die niet zouden misstaan in een ouderwetse dictatuur. En de Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de onafhankelijkheid van de hoogste Poolse rechters. Door een omstreden nieuwe wet in Polen zouden die aan banden worden gelegd. Volgens Eurocommissaris Timmermans wordt zo de Poolse rechtsstaat ondermijnd. Ja. En dit is vrij heftig. Je moet je voorstellen dat er in Polen rechters zijn die elke nieuwe wet die wordt ingediend moeten toetsen aan de grondwet. De nieuwe PIS-regering zet deze rechters buitenspel, waardoor nieuwe wetten niet meer aan de grondwet hoeven te voldoen. Dus stuurde Eurocommissaris Timmermans de Polen een boze brief.
in het Engels. Want ja hoor, die arme Frans krijgt het net aan de stok met een land waarvan hij de taal niet machtig is. Hoe groot is die kans? Nou, dat hebben we uitgezocht en die kans is klein. Want wat blijkt nou? Frans Timmermans spreekt dus heel veel talen. Nou, zul je hem zelf nooit over horen. Maar dat is echt zo. And I expect the response in Polish, president. Dziękuję bardzo. Dziękuję, but that's just about it, I'm afraid. Oh, het enige woord dat Frans Timmermans in het Pools kent is dank u wel. Dat is leuk. Maar als je in Brussel werkt, heb je misschien meer aan het Poolse woord voor alsjeblieft. Polen ontvangt namelijk netto de meeste subsidie van de Europese Unie. En daar doen ze toch nuttige dingen mee? Tientallen kilometers geluidsschermen. En in heel Polen zijn het honderden kilometers. Betaald met subsidie van de Europese Unie. Als we stilstaan, zien we dat er achter die 6 meter hoge geluidsmuren geen stad of woonwijk ligt, maar een verlaten landschap. Ja, gewoon even staan. Ja, als er bies zit, dan moet je gewoon aan dit is waar zijn plots op ekraan. Op sommige plekken staan 4 muren, alsof auto's tegen elkaars geluid moeten worden beschermd. Oh ja, dit is precies wat ik voor ogen heb als ik die blauwe enveloppen dichtlik, waarmee ik de helft van mijn inkomen overmaak naar de overheid die het weer aan Brussel geeft, waarmee ze allemaal ondankbare landen... Oh, oh sorry, nu hoor ik het ook. Ja, oh, sorry. Oké, haal maar weer weg. Ja, oké. Okay, nou, lekker bezig daar met die geluidsschermen. Heel goed. Goed. In Polen wordt geprotesteerd dus omdat de nieuwe PiS-regering de rechtsstaat afbreekt. Maar is dat het enige waar al die mensen zo boos over zijn? Nee, er is nog meer aan de hand. En nu ligt de publieke omroep onder vuur. De nieuwe regering wil de leiding rechtstreeks kunnen benoemen en ontslaan, om op die manier een einde te maken aan kritische berichtgeving. Dus de Poolse publieke omroep mag niet te kritisch zijn, anders grijpt de regering in. Terwijl, hier in Nederland weten we, kritisch zijn is een van de kerntaken van de publieke omroep. Naast Jan Smit op vakantie sturen, verlegen boeren laten neuken en taarten bakken voor dikke mensen. Dat weet iedereen. En wat gebeurt er als je de media beteugelt? Dan krijg je dit soort taferelen. De bekende journalist Thomas Lisch, zeg maar de Jeroen Pauw van Polen, heeft maandag voor de zekerheid alvast afscheid genomen. Gdybyśmy się mieli już tu nie widzieć, choć może się zobaczymy za tydzień, zobaczymy. Tak czy owak, wszystkiego dobrego, kłaniam się. De Jeroen Pauw van Polen is zo bang dat hij ontslagen wordt dat hij alvast afscheid neemt. Stel je voor dat dat hier gebeurt. Je zet de tv aan en de Nederlandse Jeroen Pauw, zeg maar Eva Jinek, neemt alvast afscheid. En dan vonden wij die excuses van Siewert al fucking aangrijpend. Hou vol, jongen. Maar goed, de PiS pakt de rechtsstaat en de media dus aan. Ik begin steeds beter te snappen waarom die Polen zo boos zijn. En het houdt niet op, want er zijn nog wat grote machten waar de PiS-partij vanaf wil. Brussel maakt zich grote zorgen nu de Poolse rechtbank en de media hun onafhankelijkheid kwijtraken. Ook voor homo's, fietsers en vegetariërs lijkt geen plaats. Ja, dat zijn dé klassieke stappen op weg naar een dictatuur. Eerst controleer je de rechters, dan de media en dan de fietsers. En het houdt niet op voor de Polen, want kijk hier, bam. Door die nieuwe mediawet wordt Polen misschien wel het Songfestival uitgekikt. Niet schrikken mensen. Ze hebben inmiddels een Cornald Maas in de wet gevonden. En waarschijnlijk doet Polen gewoon mee, dus ontspan je. Spanje, met zijn stabiele landklimaat, is een ideale uitvalsbasis voor iedereen die in de wintermaanden droog wil doorkomen. Manjana Chris, is... Chris Zegertje, wat kom je doen? Ga van mijn desk af. What the fuck? Ik stond Spanje. Nee, ik zei ontspanje, geen Spanje. Sorry, man. Sorry. Oké, waar ga je naartoe? Wat ga je doen? Nou, mojito. Ja, wil je ook een mojitootje? Oké, dan. Nee, dank je. Ik ben aan het werk. En dan denk je misschien, waarom doet Polen dit? Ze hebben toch heel veel aan Europa? Waarom stemmen ze dan op zo'n anti-Europese partij? Willen ze soms terug naar de middeleeuwen? Om dat te begrijpen, moeten we even terug naar de middeleeuwen. Polen heeft een heftige geschiedenis. Het is vaker veroverd dan Eva Jinek. Dat is zeg maar de Tsjechische Jeroen Pauw. Laten we even kijken naar wat gênante jeugdfoto's van Polen. Hier, in het jaar 1025. Piepjong nog, maar let nu op die grenzen. Kijk dan, Polen wordt echt geen seconde met rust gelaten. Polen is een soort zieke barbapapa van Europa. En hier, kijk, hier staat Polen dus helemaal niet op. Ken je dat? Dat je ziek was op de dag dat de schoolfotograaf kwam? Dat, ja.
dat had Polen dus, van 1795 tot 1918. Nou, en dan zijn ze vervolgens ook nog eens massaal afgeslacht door de nazi's en een halve eeuw onderdrukt door de Sovjets. En dit is hoe het nu is. Nou, dan snap ik ook wel dat ze niet blind achter Europa aanhollen en dus op de pispartij stemmen. Maar het is toch nooit goed als een regering de media wil muilkorven en de rechterlijke macht wil controleren en zich vooral druk maakt om vegetarische homo's op de fiets. Dat is niet goed. En het ziet er dus echt slecht uit voor ons vriendje. Wij kunnen daar weinig aan veranderen, maar het minste wat we kunnen doen is zorgen dat onze informatie over Polen up-to-date is. En dat moet Chris Segers weten, denk ik. Chris Segers! Oh, dat werkt natuurlijk niet. Wacht even. Nederland! Je hoeft niet altijd ver te reizen om op mooie plekken te komen. Ook in ons eigen land heb je allerlei... Stop maar, Chris. Ik heb je nodig voor iets anders eigenlijk. Wat dan? Je feitjes over Polen zijn achterhaald. Hier heb je een briefje. Heb je hem? Ja. Oké. Okay. Heb eens, ja. Oké, go. Lees maar voor. Oké. Ja. Polen. In deze ongerepte dictatuur is het alsof de tijd heeft stilgestaan. Soms waan je even in een democratie, maar wie de televisie aanzet, ziet alleen wat de regering wil dat je ziet. Geniet van deze oase van onderdrukking zonder de afleiding van songfestivalliedjes, kritische media, de Poolse Jeroen Pauw en rechters die onafhankelijk maar een beetje doen waar ze zin in hebben. Polen. Binnen 2 uur in een dictatuur. Dankjewel, Mini Chris Segers! Ja, dank. En tot zover onze rubriek. Zondag met Lubach, Vriendjes Politiek. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.